Wat wiet u het eerst prachtig waar, maar even waarom kom op Juster, want wie in Juster pittige buien bij mijn hagen, mijn tonger, oppakken zelfs een laagje hagen van meer dan 3 centimeter en in Dwijm voel 22 een hele millimeter rondelslag en ik hier de neert van, hier in Haas. Wel, joen en vannacht, ja, joen en vannacht oeral rein en lichte rein. Letter vannacht werd het droeg, maar bloedt het nog wel bewolkt en het ruint soms even stevig, vooral joen. De temperaturen vannacht zijn 9 of 10 graden. De zuid-zuid-eerste wind is matig ontkrachtig. De krachtige wind in het kust- en waardgebied. En dan morgen hoe dat? Ja, toch, de zinnen er wel even bij. Maar ik ben een aantal buien en buikjes. En de temperaturen morgen tussen de 14 en de 16 graden. En dat liek het erop. Dan wordt het milder. En dan merk ik dat die mildere lucht erom komt. Dat het warmer wordt de komende dagen. De wind komt morgen uit zuid-zuid-westwaai. Is wel stevig krachtig onthut in het kust- en waardgebied. Maar de wind neemt letter op het dag af. En dan zorgen we vooruit. Nou, dat weekend, maar de koning in het dag natuurlijk. Allereerst hebben we het dan over vreed sneunenstein. Vreed een temperatuur zomaar bij de 16 graden hinnen. En vreed een dag met zinnen, maar waarschijnlijk droegwaar. Ont de junta of ont in de junta. Dan het ruimwetter en sneeuw nog een aantal buien en wat ruim. En een temperatuur zomaar bij de 16 graden hinnen. En stein is het compleet simmer, met simmerwarmte van zo'n 20 graden en het liek het hoe dat droeg bloeien te kennen. Maar in de koninginnennacht verwacht ik wel ruimwetter en koninginnedag, ik denk hoe dat meest droeg. We met de moon, maar weer even in het waarschijn.